Dag jongens en meisjes, dag ouders, beste leerkrachten en schoolleiders. Ik groet u. Sommigen van u zullen mij live zien en horen. Anderen zullen alleen via de radio mijn groet horen. En weer anderen van heel ver zullen niets kunnen horen. En toch groet ik vooral jullie van heel ver. Ver omdat jullie wonen tot achter de watervallen, waar de elektriciteit er nog niet is. Of juist nu de school begint, elektriciteit is uitgevallen. Maar je bent ook ver als je wel in de stad woont, maar je televisie is stuk. Of de mobiele telefoon is uitgevallen. Ik weet het, ik heb jullie gehoord. We zijn met z'n allen in stad, district en binnenland. En we hebben een heel zwaar schooljaar achter de rug. COVID bracht onrust en COVID bracht verdriet. COVID haalde ons volledig uit ons ritme. Langer dan een kwartaal of soms langer dan twee kwartalen mochten we niet naar school. En hebben we ook nog enkele mensen verloren. En toch was er iets heel moois dwars door de moeilijke maanden heen, thuis en op school. Mensen hielpen elkaar. Ouders hielpen hun eigen kinderen en de kinderen in hun buurt. Kinderen hielpen elkaar. Leerkrachten en docenten deden er van alles aan om hun eigen leerlingen te bereiken. En soms lukte het en soms ging het goed fout. Maar de goede intentie, de goede bedoeling was er. En dat is waar het om gaat. Dat goede, dat gaf houvast. Die goede intentie moeten we goed vasthouden, omdat er nog zoveel gedaan moet worden voordat we met z'n allen tevreden zullen zijn. Ik ben heel eerlijk als ik zeg dat ik niet alles weet. Gelukkig heb ook ik veel hulp en support gehad. Ik heb het hele jaar door een goede samenwerking en goede ideeën gehad van de onderwijsvakbonden, van de ervaren schoolhoofden en directeuren, van mijn eigen staf en ook van gewone mensen die ik niet eens ken. Het heeft ons geholpen om te kiezen voor oplossingen in het belang van kinderen en studenten. Toen we zagen dat alle leerlingen en studenten zouden moeten blijven zitten, omdat niemand de overgangsnorm of slagingsnormen zou halen, heb ik mijn collega's in de rest van de wereld opgebeld. Ik heb toen opnieuw ervaren hoe groot de verschillen zijn en hoe verschillend de oplossingen. Rijke landen hadden totaal andere mogelijkheden en oplossingen dan niet-rijke landen. En we hebben het beste gehaald uit al die adviezen uit binnen- en buitenland. En hier is wat wij hebben gedaan en dit schooljaar gaan doen. We hebben het accent gelegd op wat de leerling wel goed heeft gedaan en helder gemaakt wat de leerling nog moet doen. Met dit rapport gaat de leerling naar de volgende klas. Dus dit schooljaar zal elke leerkracht aansluiten bij dat stukje wat de leerling wel goed heeft gedaan en weet wat de leerling verder moet doen. Dat hebben we met een groot woord doorstromen genoemd. Probeer heel goed je best te doen, want dit zal het onderwijssysteem blijven. Hoe meer je doet, hoe beter. Maar doe het wel goed. Want eind van dit schooljaar zal je weer doorschuiven naar de volgende klas. Niemand blijft zitten. Er komen wel testen van het examenbureau tussendoor. Testen als oefening. Maar ook testen om mee te vertellen hoe het met jouw leren gaat. Want het examen komt er wel aan. Voor de lagere schoolkinderen komt het examen in leerjaar 10. En dan wordt verder bepaald hoe verder. Dus mijn advies, doe heel goed je best.
Want je mag altijd op school blijven. We zullen je goed vasthouden. Niemand valt uit het systeem voordat je in leerjaar 10 bent gekomen. Maar dan is het examen er. En zal je goed moeten kiezen wat je verder gaat studeren, na leerjaar 10. Dus gratis overgaan is er niet bij. En dan nog dit. Je zal in hele kleine klassen van 15 leerlingen zitten. Maak daar goed gebruik van. De juf of de meester heeft nu alle aandacht voor jou. En wat COVID ook mag doen het komend jaar, en hoeveel moeilijkheden we ook zullen tegenkomen, het afgelopen jaar hebben we met vallen en opstaan bewezen dat we overeind zijn gebleven en vol goede moed door zijn gegaan. En dat gaan we dit jaar ook weer doen. Samen, jij en ik, jullie en wij, allemaal hier op het ministerie. We zijn er voor jullie. Succes! Maar dan nog dit. Zorg dat je de COVID-regels goed naleeft.